Heel Nederlands elftal steunt zoektocht naar Lisanne en Chris. En uniek polderlandschap wordt gered van de ondergang. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. Een teamleider van de Nederlandse recherche is in Panama aangekomen om te helpen bij het zoeken naar Lisanne Frone en Chris Kremers. Aanleiding is de vondst van een tas met spullen van de vermiste vriendin uit Amersfoort. De zoektocht naar Lisanne en Chris wordt nu ook ondersteund door het Nederlands elftal. Spelers als Daley Blind en assistenttrainer Patrick Kluivert dragen tijdens het WK een speciaal oranje polsbandje om aandacht te vragen voor de vermissing. In Panama wordt sinds gisteren weer actief gezocht, maar volgens de woordvoerder van de familie gaat het heel langzaam. Ik weet dat het gebied erg onherbergzaam is en dat eigenlijk de boel compliceert. En dat daarom ook het onderzoek heel voorzichtig voortgang zal krijgen. Dus we zitten eigenlijk een beetje te wachten op wat zijn de plannen nu die concreet naar buiten gaan komen. Mogelijk vertrekken later deze week nog 3 Nederlandse rechercheurs naar Panama om te helpen bij de zoekactie. In Soest zijn 450 kinderen de dupe van sluiting van de muziekschool. Vanwege bezuinigingen geeft de gemeente geen subsidie meer. Daardoor moet de muziekschool over 2,5 jaar de deuren sluiten. De verantwoordelijk wethouder hoopt dat de school toch kan blijven bestaan door samen te werken met andere organisaties. Maar volgens directeur Arie Keizer heeft dat geen zin meer. Wij werken al jaren samen met IDEA bijvoorbeeld. We werken samen met het onderwijs. En al die samenwerking die wordt nu eigenlijk afgebouwd. De directie van de muziekschool gaat nu met ouders en leerlingen overleggen om te kijken hoe het verder moet. Een grote brand vannacht bij bakkerij Bobolie in Spakenburg. De brandweer rukte met groot materieel uit naar de Zuidwenk. Na 1,5 uur was de brand onder controle. De oorzaak is nog onbekend. Bij een andere vestiging van Bobolie in Bunschoten brak de laatste maanden zeker 3 keer brand uit. 2 keer ontstond dat in de oven en de 3e keer in een schakelkast. Asbest in het oude sportcentrum Helsdingen in Vianen. De kankerverwekkende stof is gevonden in het ketelhuis, een ruimte waar bezoekers niet kunnen komen. De aangrenzende ruimtes zijn afgesloten en onderzocht op besmetting. Morgen verwacht de gemeente daar meer over te kunnen zeggen. De rest van het sportcentrum in Vianen blijft gewoon in gebruik. De opening van het nieuwe gebouw van het Gerrit Rietveld College in Utrecht eind deze maand is afgelast. Er zijn te veel gebreken en het pand is niet veilig. De school is verbaasd en teleurgesteld. De openingsvoorstelling waar hard aan is gewerkt gaat nu niet door. De gemeente overlegt met aannemer Hille en Rozen over een nieuwe opleverdatum. Mogelijk gaat dat nog maanden duren. Utrecht vindt het onverantwoord om nu 1,2 miljard euro te investeren in de verbreding van de A27. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt het college om uitstel. De gemeente wil dat eerst de noordelijke randweg wordt aangepakt. Verder wil Utrecht dat goedkopere varianten worden onderzocht. Het Centraal Planbureau rapporteerde vorige week dat een verbreding van de A27 voorlopig niet nodig is. FC Utrecht heeft zich voor het komend seizoen versterkt met 2 aanvallers. Ruud Boijmans en Danny Verbeek. Boijmans speelde afgelopen seizoen voor Willem II, de kampioen van de Jupiler League. Hij scoorde daar opvallend veel. En Danny Verbeek speelde 2 seizoenen voor NAC Breda. De 2 aanvallers worden niet gekocht, maar gehuurd van respectievelijk AZ en Standaard Luik. De schitterende polders rond Tienhoven worden de komende jaren grondig opgeknapt. Omdat er al jaren geen veen meer wordt gestoken, dreigt het unieke landschap te verdwijnen. De provincie Utrecht en Staatsbosbeheer gaan nu samen aan de slag om dat te voorkomen. De Molenpolder, een prachtig stukje veenlandschap net achter de Maarseveense plassen. Maar het gebied moet op de schop. Als er niets gebeurt, zullen er steeds minder planten en dieren te vinden zijn. Nou, als hier in de Molenpolder niet ingrijpt, niet beheert, dan krijg je uiteindelijk een moerasbos. En een moerasbos heeft best wel natuurwaarde, maar niet voldoende. En eigenlijk niet de soorten die we hier voor ogen hebben. Maar dan moet ik even sturen hoor. Ja. En dus moeten de legakkers hersteld worden. Wordt het water uitgebaggerd en komt er meer variatie in het waterpeil. Alles om meer planten en dieren naar de polder te lokken. Je krijgt bijvoorbeeld weer een bepaald soort verlanding in het gebied. Dus open water wordt uiteindelijk weer land. Waar een aantal zeldzame soorten op kunnen reageren. En dat willen we juist weer terug hebben. Voor omwonenden gelden soms heel andere belangen. Zij zijn gek op het gebied. Het is prachtig. Zo mooi. En zo stil.
Maar ze zijn ook kritisch. Om hen te informeren heeft Staatsbosbeheer een inloopavond georganiseerd. Omwonenden maken zich vooral zorgen over het waterpeil. Nou kijk, het is een omkeerbaar proces. Het is een veenpakket. En als het water daar laat zakken, dan komt dat veen steeds meer naar de oppervlakte. En het zal dan oxideren en verdwijnen. Voor veel huizen is het natuurlijk, kan het een probleem zijn dat er van onderen, want het is veen, dat het zuigt, dat het onder zeg maar, het huis, dat er water komt. Wat je kwijt bent, ben je kwijt, komt niet meer terug. Dus je krijgt nog steeds meer dat je een trechter van het gebied maakt. En je zult steeds meer moeten pompen om het water weg te krijgen. Het zijn zorgen die volgens boswachter Van Dijk niet nodig zijn. Ik denk dat de mensen niet bang hoeven te zijn. Want ook dat natuurlijke waterpeil zal gereguleerd worden. Dus in tijden van wateroverlast, wateroverschot, zullen best schuiven opengetrokken worden. En zal het overtollige water weggelaten worden. Ja, prachtig daar. Het herstelplan voor de plassen en polders rond Tienhoven is er een van de lange adem. Pas over ruim 15 jaar is het project afgerond. Krijgt u van mij nog even het weer. Veel bewolking vandaag en de zon zien we nauwelijks. Maximum temperatuur vanmiddag 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 11. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Daarin onder meer een belangrijke onthulling voor de toerstart in Utrecht. Graag tot later. Fijne dag nog.